Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. En in deze video ga ik weer eens een dieet volgen. Nou ja, het is niet echt een dieet. Ik ga een dag eten volgens het voedingscentrum. Op de website van het voedingscentrum kan je aangeven wat je geslacht is en je leeftijd. En daaruit wordt een soort van maaltijdplan gemaakt. Je hebt volgens mij 6 verschillende soorten. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd. Nou, ik heb uiteindelijk eentje gekozen die het makkelijkste veganizen was. Want, ja, het zal je misschien niks verbazen, maar op de website stond helemaal geen vegan eetdagboek voorbeeld. En de vegetarische denk je dan, nou, die is makkelijk misschien te veganizen, omdat je dan geen vlees hebt, maar daar zat dan weer gekookt of gebakken ei in, of volgens mij zelfs allebei. Nou, dat is heel lastig te veganizen, vind ik. Dus vandaar, het kan ook niet anders. Als echte vegan fit girl heb ik voor het eetdagboek krachtvoer gekozen. En ja, ik vind er weer eens het mijne van. Overigens even één dingetje, het ontbijt heb ik veranderd. Daar moest officieel een mandarijn bij. En dat heb ik veranderd voor een banaan, omdat ik denk dat het een winters eetdagboekje is. Er waren niet echt losse mandarijnen, sowieso zijn ze dan niet echt lekker. Dus ik dacht, dat switch ik even. Voor de rest heb ik eigenlijk alles overal de vegan versie van gedaan. En ik zou zeggen, laten we kijken wat ik allemaal voor heftige dingen mocht eten. Ik ben terug van het sporten en normaal zou ik nu iets van een eiwitshake maken. Of in ieder geval iets met protein. Maar het voedingscentrum schotelt mij iets heel anders voor. Namelijk koffie met halfvolle koffiemelk. En een sneetje mueslibrood besmeerd met halverine of margarine uit een cupje. Yes. Nou, de koffie heb ik gewoon. Koffiemelk wordt havermelk voor mij. En het sneetje mueslibrood. Mueslibrood, wat ik vond, was niet vegan. Ik krijg nu heel veel comments dat Breyers wel vegan ijs heeft van mijn vorige video. Dus wie weet heb ik het wederom mis. Maar ik vond het volgende. Namelijk deze volkoren bakkersbollen. En aangezien die later in het eetdagboekje ook nog eens van pas komen, dacht ik, ik neem een bol met margarine, omdat ik daar echt intens gelukkig van word. Nou, cheers mensen. Ik vind het op een of andere manier een beetje zo'n bouwvakkersmaaltijd. Zo'n gore oploskoffie met een sneetje met margarine. Yes. Intens gelukkig. Op dit moment ben ik de video aan het monteren die jullie als het goed zou hebben gezien. Zo niet, ga hem zeker checken. Maar over vreemde eetcombinaties. En ik weet nu waar jullie ze vandaan hebben. Gewoon van het voedingscentrum. Want er komt me toch eens een lunch aan dat je denkt, huh? Ik ga namelijk een tosti maken met kaas en banaan. En halverine moest er ook nog op. Echt, what? Sowieso moet ik ook meteen denken aan die sketch van Brigitte Kaandorp met tosti, kaas, appel, kaneel. Is er weer eens wat anders? Doet u mij die tosti en kaasappelen? Kaneel, maar ja, kom uit. Ja, ik vind het is weer eens wat anders. Genoeg ouwehoers. Ik ga een tosti met kaas en banaan eten. Joehoe! We don't need anything or anyone. Ik heb vooral ook heel veel zin in die boterham met margarine en banaan. Het is tijd voor de tosti! Ja! Tosti blijft gewoon altijd lekker, dus ja, om nou te zeggen dat ik ervan ga genieten, nee. Maar het is ook niet dat ik ervan walg. Het is inmiddels bijna 4 uur, ik heb absoluut nog geen honger. Maar er staat een tussendoortje op de planning en ik vind het weer veel, heel veel. Een volkoren bol met tomaat en hummus. Een appel en officieel weer een kopje thee, maar het is 80 graden, dus ik drink gewoon water. Het is tijd voor het avondeten en ik ga het recept natuurlijk maken van mijn voedingsdagboek. Officieel moest er iets met varkenspoulet. Nou, dat is gewoon nasi-vlees. Ik ga dus ook een soort nasi maken. Alleen het ding is, ik ga het niet met zilvervliesrijst maken, zoals daar staat.
Ook al heb ik dat wel in huis, maar ik ga het met risotto rijst maken. Nou, de reden daarvoor is dat ik het 1 op wil maken, die risotto rijst. En 2, voor mijn gevoel ben ik toch al niet zo gezond aan het eten. Klinkt heel raar als je het voedingsdagboek van het voedingscentrum aan het volgen bent, maar goed. Dus ik dacht, dit kan er dan ook nog wel bij. Nou, het volgende moet erin. Voor 1 persoon doen ze 100 gram zilvervliesrijst officieel. 150 gram biologische, of tenminste die varkensschissel. En hier doe ik dan die tofu roerbakreepjes. 200 gram spersiebonen en een ui en wat knoflook. Van het voedingscentrum mag je ook een toetje, namelijk 150 ml yoghurt en een peer. Als avondsnack staat er een handje ongezouten noten op de planning. En nu dacht ik, wat nou als ik die bij mijn toetje gooi, er nog wat kaneel overheen doe en dan de blokjes kaas die ook op de planning staan achterwege laat. Dat lijkt mij best wel een heel erg goed idee. En dan ziet het er als volgt uit. Hieronder zit dus nog de yoghurt, kaneel en wat nozen. Nou, top toetje zo. Goed, lieve jongens en meisjes, wat vond ik weer van dit eetdagboekje? Nou, ik vond het heel veel brood, heel weinig groente. Dat is eigenlijk mijn voornaamste kritiek. Op zich heb ik prima gegeten. Nou, een rare combinatie kaas met banaan, maar oké, prima. Maar jeetje, echt. Nou ja, mijn ontbijt was dan niet brood, maar snackbrood, dan weer brood, dan nog een keer brood. En dan s'avonds ook nog eens 100 gram rijst. Ik zit bommievol en dan heb ik nog niet eens die 2 plakjes kaas op. Mijn hemel. Dus ja. Ja, wat ik al eerder aangaf, ik had dus daardoor het gevoel dat ik een beetje ongezonder at dan normaal. Doordat ik normaal gesproken al begin met een groene smoothie waar dus ook al groente in zit. Nou, vaak heb ik dan een boterham met hummus met groente of een salade waar heel veel groente in zit natuurlijk. En als snack heb ik heel vaak groentes ook. En nou ja, avondeten ook nog. En nu heb ik letterlijk alleen maar als groente, nou, 3 cherry tomaatjes en dan weliswaar 200 gram spersiebonen. Maar alsnog vind ik dat vrij weinig. Dus tot zover mijn mening over het voedingscentrum, dat eetdagboek. Ik hoop dat als iemand dit ziet van het voedingscentrum, er ook een vegan eetdagboek komt. Als dat zo is, laat het me weten en die ga ik dan zeker volgen, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want je kan ook heel makkelijk vegan eten volgens het voedingscentrum. Dat heb ik vandaag maar weer laten zien, hoop ik. Voor nu hoop ik dat jij deze video leuk vond. Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Want voor 27 augustus wil ik de 1000 vegan fitties op mijn YouTube kanaal hebben. En wil je nou ook bij de vegan fitties horen? Klik dan zeker op die abonneerknop. En ik hoop dat we het gaan halen. Ik heb goede moed. Dus dat zou super tof zijn. En dan heb ik ook meteen een leuke winactie voor je. Maar dat allemaal tegen die tijd. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En hoop ik je natuurlijk snel weer te zien bij de volgende video. Doei doei!